Rijkswaterstaat heeft dan toch een vangrail geplaatst in deze beruchte bocht van de A59 bij Den Bosch. Het is de plek waar vorig jaar de auto van Sanne en Hebe van de weg raakte. Pas dagen later werd de auto gevonden. Het tweetal was toen al overleden. Zelfs na dat ongeluk ging het nog een paar keer mis. Na veel aandringen van de gemeente Den Bosch en de familie van Sanne en Hebe, heeft verkeersminister Harbers besloten de bocht bij knooppunt Empel veiliger te maken met een vangrail.